Partijtopper Obed Kanapé heeft zaterdag tijdens een online massameeting van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP gezegd dat de organisatie een stempel heeft gedrukt in de gemeenschap. De partij werkt volgens deze parlementariër nog aan de algehele bevrijding van de gemeenschap op politiek vlak. Verschillende sprekers, waaronder Miquella Somarhuur, die de spits afbeet, hebben hun visie gedeeld met de gemeenschap. Baka a oprichting voor ABOP op 11 februari 1990. A partij doet mee aan een zeker toeverkiezingen per winoveni noa zetel. We hebben niet alleen tegenslagen moeten incasseren. We hebben ook heel veel ervaringen opgedaan. Na de verkiezingsnederlagen van 1991 en 1996 hebben we de rug gerecht. Is er op alle niveaus in de partij keihard gewerkt om vredig op te komen voor de belangen van ons doelgroep en te werken aan de ledengroei van de partij. In 2005 wie winnen zij zo'n oppo. Van 1 zetel zijn we gegroeid naar 3 zetels. 2015 wie door 5 zetels. En in 2020 wie abi 9 zetels. Huur concludeert dat de hele organisatie terugblikt op een groei die de afgelopen jaren is doorgemaakt. Ze stelt dat sinds de ontwikkeling in 2005 in gang is gezet, de partij niet meer te stoppen is in de politieke race. ABOP-ondervoorzitter Marinus Kambiel zegt dat de partij zich als een begrip heeft gevestigd binnen de gemeenschap. De nieuwe beweging binnen de partij onder leiding van Ronnie Brunswijk toont de gemeenschap dat op het gebied van politiek zij anders politiek voeren dan de oude politieke partijen. Omdat hij een probleem heeft aan de geciviliseerde systeem. En nu ABOP breekt in, omdat hij naar het geciviliseerde systeem. ABOP nog bij comfort. Omdat hij bij de buitenassistent, dat hij tegen de partij, dat hij naar UF Afrika, dat kan de Sontesso, Sontenasso, die vinden een pikisan die hij holt. Maar nu is hij naar de teweteri, dat we teri telek, we teri alle de man voor Kwamala Samutu, we teri de man ook toe voor Apetina, we teri de man ook toe voor Pusugurunu, we teri de toe voor Sido Potedo, die Tabiki Alasei. Omdat alles maar die den sanang, die nou sanamang na Nelson Mandela systeem. Wat de wou dwangau, ik fou be dwangau, maar was soru het moet, omdat was soru een nieuw systeem. Kambiel zegt dat er orde en rust moet komen binnen de samenleving. Dinota Voorswijk, de huidige minister van Grondbeleid en Bosbeheer, is van mening dat de partij een grote doorgroei heeft meegemaakt door inzet van leden in het hoofdbestuur. Volgens Albert Jubitana, minister van Transport, Communicatie en Toerisme, is er een flinke basis gelegd om de partij te profileren binnen de gemeenschap. De politieke organisatie heeft de gelegenheid gegeven om het binnenland te ontsluiten vanuit het ministerie. De toerismesector is ondanks de COVID-19-pandemie naar een ander niveau gebracht, meent Jubitana.